Wij screenen hier met een aantal professionele audiologen en artsen de oren en het gehoor van de atleten. En wat we eigenlijk zien is dat ongeveer 50% moet doorverwezen worden naar een specialist, audioloog of KNO-arts, voor mogelijke problemen aan het oor of het gehoor. Dat gaat in vele gevallen, 40% van de gevallen, over oorsmeer, echt oorstoppen. Bij een 30% gaat het over middenoorproblemen, dat kunnen oorontstekingen zijn of andere problemen. En we zien dat ongeveer 40-45% een gehoorverlies heeft. In de meeste gevallen bij bevraging blijken dat de meeste atleten helemaal niet weten dat zij een gehoorverlies hebben. Ongeveer 60% van de atleten schat hun eigen gehoor slecht eigenlijk in. Wat wij hier ter plekke doen ook, is het verwijderen van oorsmeer. Dat wordt door artsen gedaan. Daardoor moeten we eigenlijk veel minder atleten al doorsturen naar een arts om dat te laten doen. En dat heeft ook een invloed op de rest van onze testresultaten. De atleten die zwemdopjes nodig hebben, dat kunnen wij ter plekke maken. Die worden gratis meegegeven. En alle hoorapparaten, atleten met hoorapparaten, worden hier gecontroleerd en gereinigd. En wij geven voor de rest brieven mee, advies mee, die ook nog een keer 3 maanden later opnieuw worden opgestuurd. Dus wij sturen dat ook nog eens naar hun thuisadres opnieuw op, in de hoop dat ze echt wel professionele hulp zoeken die wij hun aanbevelen.